Hi, baby. Sinds ik niet lately kon de mooiste bom ever they treat. Hi, welkom op mijn kanaal. I'm back at it again. Vandaag is het misschien niet een hele lange video, maar ik vind het wel een hele leuke video. En waarschijnlijk ook een hele herkenbare video voor jullie allemaal. Ik heb deze hele video al een keer gefilmd, maar het was mijn voorhoofd zeg maar tot hier. Dus ja, dat vond ik niet helemaal geschikt voor een soort van comeback video. Maar laten we beginnen aan de 7 irritaties die iedereen heeft. Numero uno is als er iemand voor je loopt, maakt niet uit waar. Diegene loopt of heel langzaam of stopt constant. Dus je bent aan het lopen en diegene komt iemand voor je lopen. En diegene loopt zeg maar een heel stuk langzamer dan jij. En je kan er niet langs. Dus je moet daar achter blijven lopen. En dat is zo irritant. Oké, nummer 2. Nummer 2 is als er iemand in de bus zit. Kijk, jij zit lekker zo in de bus. Je gaat lekker chillen, want je gaat lekker naar huis. Maar er zit dus voor jou of naast jou of ergens achter jou iemand dus keihard te bellen. Bis! Ik hoef niet te weten welke levensverhalen jij allemaal hebt. Keep it still of doe het even ergens anders, want wij zitten hier lekker voor de rust. Storytime. Dit is een keer bij mij gebeurd. Toen is er een man in de bus echt geflipt. Het was zo grappig. 3. Ken je dat moment dat je in de ochtend denkt van, oh my god, als ik thuis ben van mijn werk, van school, dan staat dat taartje voor mij klaar. Dus jij hebt je hele dag heb je kapot gewerkt. Je komt thuis, je rent naar de koelkast. Koelkast open, laden open. Wat denk je? Weg! Iemand anders van jouw gezin of vrienden, ik weet niet met wie je woont, heeft dus waarschijnlijk jouw heerlijke lekkernijtje opgegeten waar jij op zat te wachten. 4. Dat moment wanneer jij in de verkeerde rij staat bij de kassa. Ken je die keuze die je moet maken als er 2 kassas open zijn en ze zijn allebei ongeveer even lang en dan ga je in de rij staan waar de minste mensen staan? Oké, ik ga altijd in die rij staan, want ik denk, nou die is korter, want er staan minder mensen. Maar ga ik rechts staan, dan gaat de linker rij denken, woep! En ik er keisnel waardoor ik denk van, god, serieus. Maar ga ik links staan, dan gebeurt er wel weer iets bij de kassa, waardoor dat ook weer niet opschiet. En dan gaat de rechte rij weer veel sneller. Serieus, ik kan nou nooit eens een keer in de goede rij gaan staan. Ken je dat moment als je iemand negeert op Snap of app of maakt niet uit op welke social media? Nou, dat heb ik dus ook wel eens. Maar dan heb je van die personen ertussen zitten die alleen maar berichten blijven sturen. Vraagteken, 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 vraagteken. En op een gegeven moment moet je wel reageren, want het is irritant. Wat denk ik mijn verschrikkelijkste ergernis is van de kleine irritaties die er zijn hier in het leven, in de wereld. Dat zijn de mensen die oude koeien uit de sloot halen. Oké, als je het gezegde niet kent, het betekent eigenlijk mensen die verhalen van jaren geleden weer naar voren gaan halen. Girl, het boeit me echt niet dat wij jaren geleden ruzie hadden op de basisschool over wie er als eerste in de poppenhoek mocht. Maar door de laatste, en ik denk ook een van de meest annoying dingen die er zijn, bepaalde mensen hebben het altijd op voor bepaalde andere mensen. Stel, ik zeg tegen iemand, goh, misschien is het handig om dit en dit niet te doen. Dan is er altijd dus die ene persoon die er dan bij komt staan en mij even komt vertellen waarom diegene dat zelf mag weten wat hij of zij doet. Girl, she can talk for herself. Zo, dus dat was weer deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden en ik hoop dat jullie de setting ook een beetje leuk vonden. Ik heb zeg maar mijn hele kamer een beetje zeg maar omgedraaid. Dus ja. Dus vonden jullie deze video nou leuk? Geef het vooral een duimpje omhoog. En laat even hieronder weten wat een van jouw ergste irritaties is in dit leven. Want misschien wil ik hier wel een serie van maken als jullie dat leuk vinden natuurlijk. En dan kan ik dat doen met jullie irritaties. Laat ook hier hieronder weten welke van deze irritaties jij het meest herkent. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Druk dan gelijk even op het belletje. Dan blijf je op de hoogte van mijn video's. En dan zie je ze altijd als eerste verschijnen. En dan hoop ik dat jij deze video leuk vond. En tot de volgende keer. Bye bye.